Ik ga vanaf volgend seizoen bij Xerxes spelen. En die komen nu uit in de hoofdklasse. En waarschijnlijk topklasse, ze staan daar bovenaan. En, voor mij een nieuwe uitdaging in combinatie met een baan, dus ook een stukje maatschappelijk. En voor mij iets wat nodig was. Ik had iets anders nodig en daarin zie ik mogelijkheden. Is ook een stukje zekerheid? Ook, absoluut, zeker. Je weet nooit wat er gebeurde. Maar goed, ik heb begrepen van Simon, hoorde ik net, dat hij de intentie had om verder te gaan. Maar dus in die zin was die zekerheid er. Alleen ik wilde zelf ook wat anders gewoon. Waarom? Want ze zeggen allemaal profvoetballer zijn is het mooiste wat er is. Ja, ja, maar ik... sinds vanaf dit half jaar zeg maar, sta ik met minder plezier op het veld ook. En dan is het profvoetbal een stukje minder mooi. En ben ik gewoon wat toe aan wat anders. En nou goed, die mogelijkheid ligt er nu. En dan wil ik hem pakken ook, ja. Maar waar komt dat minder plezier vandaan? Heeft het mee te maken dat ze een nieuwe keeper erbij hebben gehaald? Spelvreugde, waar komt dat vandaan? Ja, weet ik niet. Het is een combinatie van. Het is nu mijn vierde jaar hier. En in die vier jaar heb ik dan 3 wedstrijden gespeeld. En dan ga je nadenken en dan moet je ook realistisch zijn. En dan vind ik dat te weinig. En dan wil ik wat anders. En dan kan je nog wel een paar jaar er tegenaan hikken of een paar wedstrijden wel, een paar wedstrijden niet. En, maar ja, dan wil ik niet. Ik wil gewoon wat anders en dan moet je ook verder denken. En nou, die mogelijkheid die lag er nu, ook het maatschappelijke stukje. Je had ook kunnen zeggen, joh, ik ga proberen een mooie Super League club te vinden. Ja, daar zijn verder helemaal geen contacten verder geweest of iets. Maar ik moet zeggen, daar heb ik ook verder geen behoefte aan gehad. Nee. Je wil in deze regio blijven? Ja, absoluut. Ja, ja, ja. Gewoon... dicht bij waar ik vandaan kom en dat vind ik wel goed zo. Ja. Opmerkelijk wel, veel profvoetballers willen het allerhoogste, doen er alles aan en jij denkt, nou, ik vind het eigenlijk wel best. Ja, maar misschien is dat ook de fout van veel voetballers, dat het bergafwaarts gaat en dat wil ik niet. Ik wil er wat van maken en als dat niet in deze wereld is, dan is dat wel gewoon in het maatschappelijke.